aan trekken. Wat een lief, heb je eerst een luxe nachtje al gehad? Mag of sla je die gewoon over? Nou. Ja, kom eens even hier. Ik heb beneden nog een kamer. Je mag daar best in liggen, maar je verschoont zelf het bed. Dat ga ik niet doen. En er is een badkamer, die is al gepoetst. Oké, maar wat als die dan nou niet zo lekker meer wordt? Nou, ik ben goed verzekerd. Ik heb een schoonmaker, maar je verschoont wel zelf het bed. Meer vraag ik niet. Ja, maar je hebt toch een schoonmaker? Ja, maar dat raakt hij ook niet aan, hallo? Nou, Madelief, kom. Ja, wacht, wat? Wil ik mee? Kom. Oh, ik heb wat gevonden net. Oh, Dennis, je weet de sleutel te hangen, hè? Doe maar gewoon op slot, hè? Ik heb meegenomen, wacht. Geen probleem. Ik heb hem snel gepakt van de tafel af. Ik ben eigenlijk bang dat hij nog steeds tijdrijfs bij zich heeft. Inge moet het niet zien, hoor. Ja, ik ga even wat doen. Hij heeft iets bij zich. Wij gaan even wat doen. Oh, lekker hoor. Tot zo. Niet te veel herrie maken, want ik zit hier recht boven jullie. Iemand die een ambulance kan bellen. Hey Inge. Succes. Waar is de kelder? Ja? Ik had een bom gevonden bij jouw tafel. Dat mag. Staat hij voor? Oh, goed toch. Ik heb wel even mijn eigen Ik heb wel een grote tv, hoor. Hè? Ja. Doet hij het ook? Was... Nee. Ik heb trouwens wel mijn eigen bieten ingegooid. Wakker worden. Inge. Ja? Mag je auto lenen? Wat mag je? Mag je auto lenen? Mijn auto lenen? Ja, volgens mij met Danny aan het praten. Inge, of... Met lief, zet jezelf fluisteren, ik hoor je. Ik hoor ze hier, ja. Even naar beneden kijken. Breng je wel mijn auto veilig terug dan? Ja, gelijk. Jullie gaan allemaal stiekem kijken, die schrikken. Maar ik kan mijn auto niet pakken. Ik kan mijn auto niet pakken, want er zijn te veel auto's voor. Kan je niet even iemand die... Nee, ik vraag wel iemand. Heeft er iemand zijn auto hiervoor staan die iemand kan lenen voor het ziekenhuis? Ik kan mijn auto er sowieso niet uithalen nu. Die van mij staat nog op de range. Vier keer tegen mijn auto aangezet, die van mij krijgt echt niet mee. Oh, wat is dit dan? Ik Heeft er iemand een auto te leen? Voor hun? Ja, hier binnen, kom. Oh, even heel mijn garage, heel mijn kies zit vol mensen. Waar zijn ze naartoe? Maar, geen idee, waar kwamen die schoten dan vandaan dan? Ik weet het niet. Ik zie wel hier bloed op de muur zitten. Op de muur? Er werd een deur hier gestoken. Dat zal je schoonmaker leuk vinden hier wel. Ik zie niks. Hier wel, hier beneden. Ik zie geen bloed. Ja, nou aan het spieken? Nou, ik weet niet waar ze zijn. Oh, wacht hier misschien. Ik hoor ze. Ja. Ik zie ze niet. Ga maar naar beneden. Ga maar naar beneden. Ja. Dan leg je hem of zo gewoon, weet ik veel, in een bad. Wat? Dit is gewoon boven. Als het naar binnen komt. Ja, met de. Zwaaien. Blijf de hand. Is de politie nou weer? Zit nou weer? Er zijn schoten gelost volgens mij hoor, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Volgens mij was dat verderop in de straat hoor. De ik zal even kijken. Iedereen mag even binnen gaan staan en willen iedereen doorzoeken. Ja, klaar. Die kwamen daar vandaan. Ja, ik ga maar uit het huis. Een soort deurtje. Daar zijn we. Wat is dit, Dennis? Dennis! Dennis! Ja, hij is ook een mooie, hè?
Hij is ook een mooie. Ja, dat bedoel ik. En ik heb niks gedaan. Nee, ik ook niet. Dennis. Maxi schat met een bezoeker op Madelief. Ja, maar we worden eigenlijk gevierd. Ik heb mijn wapen. Ik heb een dingetje bij. Kom mee dan. Kom mee dan. Ja, maar dat is oneerlijk. Nee, ik denk niks, jongen. Nee. Oh, oh, oh. Doe de sleepy mode. Sleep. En zet hem op fluisteren. Kut. Je moet er wat meer in liggen. Kijk. Ja. Dit is hem. Ik hoorde ze zeggen, we gaan ze bezoeken. Toen ben ik klopt. Besmet. Hallo. Toen was ik ook weg. Ja, maar wie schoot er nou? Maxi schoot met een bezoeker op Madelief. En toen schoot ik op Max. Ja, dus komen jullie. Met hoeveel zijn ze? Ze kunnen max met 2 zijn. We kunnen ze ook gewoon nakken. Daar heb je de beurt. Op zich? Zwaar met 2 auto's toch? 2 politieauto's. Gaan we dat doen? Let's go. Echt jongen, staat je ogen werken. Ja, ze staan daar aan de voorkant. Ze staan daar aan de voorkant. We kunnen even wachten hoe het afloopt. Ja. Ja, of we gaan er volop af. Ja. Ik weet het ook niet. Zou we toestemming krijgen, denk je? Van Max? Komt iemand hierheen? Komt iemand hierheen? Terug. Oh, waar zijn ze nu? Oh, ze zijn eruit genaaid. Fijn. Help! Je ligt iemand. Waar kom jij nou weer vanaf? Wat is hier op oogje? Weet ik niet, hij ligt in één keer. Hoort u bij me neer? Ik heb gestruikeld van boven. Ja, oké, je bent gestruikeld. Wacht, even kijken. Waar zit dit even van pand? Ik zal even aan de kant gaan. Even kijken hoor. Waar heeft u een beetje last? Dan kan ik dat even bekijken. Bij knieën zoals dat is niet in orde. Ja, ik zie het. Het is een beetje gekneusd. Ik doe er even een drukverbandje omheen. Kijk eens. Kijk eens aan. Heb je ook drukverband voor mij?
Nee, dat kan ik helaas niet. Tjuut toch. Oké, okay, ja. We gaan weer terug naar boven. Wat is er allemaal aan de hand? Inge. Ja? Laat ik het zo even zeggen. Wij hebben een schotenmelding gekregen in de buurt. En ze kwamen bij jou uit het huis. Bij mij uit mijn huis? Ja. Dan ga ik even kijken hoor. Zegt, ja, jullie moeten met een huisbezoek terugkomen. Maar ook zeggen ze namens jou. Maar ik weet niet of jij dat hebt gezegd. Namens mij? Ja, ze zeiden van, ja, de eigenaresse wil ook dat jullie met een huiszoek terugkomen. Wat? Maar hebben wij toestemming van jou om naar binnen te komen? Ja, je mag rustig naar binnen. Zeker. Ja, okay. Zeker. Steve, ik vraag me ook af wie er in mijn huis loopt te schieten, want dat is niet de bedoeling. Toestemming van Inge. Ja, ja. Wie schoot er dan? In je slaapkamer, ik krijg ook een paar meldingen. In mijn slaapkamer? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, Dennis. Dennis ja. En Madelief hadden een huwelijksnacht. Dat weet en... ik, was erbij. Niet bij de huwelijksnacht, maar bij de bruiloft. Nou ja, de huwelijksnacht ging net plaatsvinden. Ik zei al van, doe rustig aan. Ja, je mag mijn logeerkamer beneden gebruiken. En wij zaten erboven. En op een gegeven moment hoorde ik schoten. Ik denk, ja, ik weet niet wat voor vet is dat die twee hebben ontwikkeld. Maar ik denk iets met schoten of zo, maar ik vind dat niet normaal. Ik kon ze net ook nergens vinden toen ik de schoten inderdaad hoorde. Maar iemand zei dat het huis hier beneden was, maar hier is geen huis. Nee, hier is geen huis. Maar het is dus misschien bij mij in mijn logeerkamer geweest. Maar ik vind dat niet netjes. We lopen nu zeg maar richting het huis toe. Ik ga me niet fouilleren. We lopen nu zeg maar de berg op naar het huis toe. Hoe gaat het lopen? Ik was nog Peter? Niet binnen, ik was ergens buiten. Oh, wat een rotweg eigenlijk ook. Wie gaat er dan ook hier wonen? Oh, Madelief, wat voor fetish heb jij? Ja, ik ben geraakt door een, vuurpijl. Van een of andere Max Verhaag. Oh. Een of andere Max Verhaag. Oh my god. Ik zei je toch dat het niet echt was. En toen lag ik op de vlakte. Ik zei dat het echt was, hè? Ja, maar... Jongens, het is wel allemaal heel ingewikkeld. Ik ga meteen mee naar binnen. Voor mij gaat het er altijd ingewikkeld aan toe. Godzonder. Hoezo moeten we naar binnen? Ja, dat is een goede woord. Jullie mag er ook niet naar de kant gaan. Voor wat? Dat kan ik, anders kan ik Madelief niet helpen. Ik kan er niet uit, er liggen plantenbak op mijn netvlies voor mijn neus. Ja, dat is mijn plantenbak. Oh, in één keer lag Pol. Mevrouw! Ik haal ze al door elkaar. Hallo! Ik ben het eigenaar van het huis. Klopt. Madelief heeft een soort van, ik weet niet wat ze uitgesproken heeft hier beneden in mijn logeerkamer. Maar die had dus een huwelijksnacht en ik zei van, je mag alles doen als je het bed maar verschoont, heb ik gezegd. Ja. Maar toen hoorde ik schoten en toen dacht ik, oké, dit vind ik iets te ver gaan. Meneer de Agent, hebt u ook al haar ideale alligator gezien beneden in de kelder? Oh, nee. hou je mond. Sorry, mocht ik dat niet zeggen, shit. Nee, dat is een illegale alligator. Illegale wapen, dat klinkt interessant. Illegale... Wacht even, illegale alligator was het. Die zit beneden. In Billy. Maar ik weet niet, ik zou daar niet naar beneden gaan, want... Omdat de mensen van u, die gaan mij een beetje naar buiten dwingen, terwijl ik u nog niet heb gesproken. Dus ik wil alleen contact met de eigenaar van dit huis natuurlijk. Zeg, ik zie hier heel veel mensen, maar weinig drank. De drank is op. Wie zit hier binnen? Ja, ik ken je niet. Dus maar als je aan de plantenbak even rechts of we wil zetten daar bij de voordeur, kan ik er weer uit. Natuurlijk, hey, natuurlijk. De plantenbak staat er. Niks aan de hand te geven. Okay, maar alles is weer oké? Ja, kom, we gaan even drank zoeken, Paul. Ik heb de koelkast gevonden, Paul. Ik heb de koelkast. Je mag gerust uit de koelkast pakken. Pak maar. Pak alles maar wat je wil. Oh, dat is apart, ja. Hé, lammen. Rust gaan, hè. Meneer, zou jullie misschien even daar weg willen komen? Een beetje vreemd. Hallo. Ja, dat is beter. Oh, wat is dit altijd? Ze ligt beneden te slaan. Ik ben er niet bij. Hé, je bent.
Ik hoor de... Ik hoor Paul zijn... Huh? Ik snap er niks meer van. Ja, Paul staat daar, denk ik. Heet er zijn muziek aan staan? Geen vuurpijn. Nee. Ga mijn telefoon af dan. Ja, mijn telefoon gaat af. Oh my god. Ja. Yo. Moet ik komen helpen? Je kan komen. Oh, is het veilig? Ja, ja. Oké, kom maar aan. Oké. Ik had je ringtone nog aan zijn pol.